konden mensen een kaartje winnen voor de herdenkingsdienst van morgen. Meer dan 1,5 miljoen fans deden mee, terwijl er maar een kleine 9000 kaartjes te verdelen waren. De dolgelukkige winnaars konden vandaag een ticket ophalen. I couldn't believe it. I just couldn't believe it that, you know, I was one of the people that, out of all these millions of people that want to go, and it's me. So it's overwhelming to think that we, you know, we're going to be able to be there to help, you know, celebrate his life with other fans and his family on such a momentous occasion. Om te voorkomen dat de kaartjes worden doorverkocht, kregen de winnaars meteen een polsbandje om dat ze morgen met de tickets moeten laten zien. Slim. Ja, nee, jij was op Neverland, hè? Het landgoed van Michael Jackson. Dat klopt, de huidige eigenaren hebben ons toestemming gegeven om uitgebreid te filmen op dat immense landgoed. 1600 voetbalvelden groot is het. Er staat een heel grote villa op waar we alles mochten filmen. De slaapkamer van Michael Jackson, zijn badkamer, de kinderkamers. We hebben ook gefilmd het treinstation, het treintje rijdt niet meer, dat hij had aangelegd. De kermisattracties zijn weggehaald, de dierentuin staat leeg. Het is een beetje treurig om nu te zien, maar ik denk dat Neverland alles in zich heeft om zich te ontwikkelen tot een soort Graceland. Hè? Dat huis van Elvis Presley, dat zo'n gigantische toeristentrekker is. Nou, details over hoe het allemaal verder gaat horen we pas veel later. De familie richt zich nu eerst op de begrafenis en het afscheid van Michael Jackson. Oké, Erik Mauthaan in Los Angeles, dankjewel.